Yes, what up guys, it is your boy QC. En natuurlijk je boy Nessim. Ga jij hem zeggen? Ik wil al gelijk doorgaan zonder jou eigenlijk. Oh, wow. Sorry man. Doe dat over 5 jaar. Ja. Goed jongens, welkom. Nieuwe aflevering, Rad van Supergaande. We zijn er weer. Ja man, gezellig. Bro, vandaag een gast. Ik zeg je eerlijk bro, naar mijn gevoel legend in the game. 100% man. Al sinds vroeger. Wow. Toen opgegroeid bij hem. Gekke shit, wat en... gekke videoclip. Zag mensen in een kofferbak gegooid worden. Alles man, bro. Hij is echt gewoon, ja man, classic. Dames en heren, niemand minder dan Sjaak, Mr. Die Alpai. Dank jullie wel, dank jullie wel. Wat is dat mooi, dat is lekker. Als lekker. Ja, top, hoe is het bij jou? Top. Ja, ook goed. Lekker. Lekker. Ja, bro, ik ga even uitleggen wat we gaan doen. Ja. Heb je een rat? Op het rad zijn allemaal vragen die we ooit op straat hebben gevraagd aan mensen. Die hebben we op het rad gegooid en dan gaan bekende mensen eraan draaien. Maar er is een addertje onder het gras. Je mag weigeren als jij niet wil antwoorden op een vraag. Mag je weigeren, maar in plaats van een shockband met elektriciteit moet je grabbelen in een doos en dan moet je een challenge doen. Ik zie daar als scheert mensen. Ja. Drogas, seksparty. Ja. Money, coaches. Coaches. Nou, ja, kom maar goed. Ja, goed. Lukt wel? Ja, ja, toppetje. Ja. Drogas! Drogas! Hey, ja, maar lekker, 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 lekker. De vraag is, heb je wel eens drugs gebruikt? Nee. Ja, soft drugs, of hier in Azië. Ja? Maar ik heb echt nooit drugs gebruikt. Ook nooit een pilletje of zo? Je bent niet van dat? Nee, weet je, het is... Veel vrienden ga je bij eten, die gebruiken wel eens wat gezelligheidsdingetjes, weet je toch? Ja. Ja, maar bro, en dan sommige valt verkeerd en zo, dus je maakt van altijd elke keer mee. Ja. En zo wil je niet, weet je, ook als artiest zo wil je niet, ja, gep, zie je dan. Heb je wel eens... Zouden ze? Gaat goed, met jou? Nee, dan ga ik niet, gep. Dat is drogas met je, maar je hebt niet door, gep. Je bent in de space, broer. Dus toen dacht ik, hey, nou man, die shit is niet voor mij. Plus, ik ben bang voor mezelf voor drugs. Ja? Tuurlijk, als ik met alcohol krijg je paranoia, dan is dat wel roeien dan. Dus als ik je drogas ga gebruiken, de volgende dag, ja, dan kan ik gewoon iemand killen, ik weet niet meer, hè, weet. Wat heb ik gedaan? Ja man, bro, dus ja, het is ook een beetje meer bang. Oké, maar wel gewoon wiet, hash, dat soort dingen wel? Ja, heerlijk, is soft, dat zijn. Oké, dat is plant, dat zijn. Bro, je mag nog een keer draaien. Dus mag ik nog een keer draaien? Oh, joke, draai, tuurlijk, bro. Money! Ik dacht dan, money. Ah, billetjes en tongetjes. Ja, billetjes. Ja, nou, de vraag. Ja. Is baffen normaal? Ik denk het wel, toch? Ja? Ja. Doe je het ook? Soms, ja. Ja, toch? Ja, is op top. Ja, iedereen die het doet, moet ik een box geven. Weet je wat het is, bro? Weet je wat het is? Ik ga all in. Of ga gewoon rustig zitten. Of ik allemaal kan. En laat iemand anders. Ga daar chillen, Nivo. Ga daar. Okay. Is niks voor jou, broer. Dat? Maar dus, je bent er niet vies van? Nee, kijk, ik ga je. Weet je toch? Het is weet je, of wat hier iedereen gaat, komt daar weer draaien natuurlijk. Ja. Nee, toch? Begrijp ik hoef niet. Maar, oh, was die coach, papa, papa, pap, spiripie. Nee, maar ga, weet je, het is, kijk, nu zo op de... Ja, tuurlijk. Het gebeurt. Je mag mij spugen als iemand die met alcohol erbij. Kom op nou, maar we willen lekker niet of zo. Maar ze gaan me ontkennen. No man, no man, heel laat, no man. Dat maakt niet uit, het is niet erg. Maar oké, okay, en andersom dan? Bijvoorbeeld een vrouw... Kijk, nee. Dat kan niet, hè? Nee, man. Je zou het niet accepteren? Gaat... Nee. Maar stel even, ze wilt graag. Wow. We praten verder over 5 glaasjes. 5 glaasjes later, dan mag ik het nog een keer vragen. Dat is goed. Fucking love drogas, mijn vriend. Met welke BN'er zou jij graag een keer seks willen hebben? Wow, weet je wat het is? Voor die shit zou ik wel tijd nemen. Als in? Omdat je mag voor 1 keer nog iemand dan hitten, toch? Ja. Dus wat ik net zeg, als je zo doet, goed. Ja. Dus dat kost me, ik kan nu gelijk zeggen, hey, nee, man, er schiet altijd wel 1 naam in je hoofd, hoor. Nee, man. Ja, niet liefde. Nee. Je liegt. Nee. Er moet 1 BN'er zijn dat je denkt van... Als je nu foto's van me hebt, zou ik zeggen, ja man, die. Zou ik wat voorbeelden geven? Ja, heel voorbeeld. Doutse Kroes, Jolante. Nee, man. Faya Laurens. Kijk naar iemand met meer vlees. Linda de Mol. Nu praat je, maar is er nog milf. Charles dit, wow. Love me some milfs, brother. Ja, man. Klaar, dat is hem, Linda. Linda? Linda, natuurlijk. Nice. De mol money. Oké. Okay. Hey, maar je zit ook wel een tijdje in de scene, kunnen we zeggen. Ja, zeker. Heb je al een keertje gerommeld met een BN'er? Nee. Niet op een borreltje. Nee, ook niet, man. RTL-borreltje. Ook niet, broer. Zoals ik kan zeggen, ja, dan ga je naar de hoeren, zo, papa, wat voor BN'er is dit, dat? Ja, ik moet ook nog naar huis. Ga luzes, ga weer voor mij uitbrengen, ga luzes. Ik moet nog naar huis. Heb je het wel eens geprobeerd, zeg maar? Wat? Gewoon chance met een BN'er? Tuurlijk, veel chance van BN'er toen ik tijd met team heb en zo. Die, ja? Ja, tuurlijk, maar... Je laat het, weet je waarom? Allemaal workings toch? Ja. Stel je voor, je gaat met die smile, je bouwt er een keer, paap, gebeurt wat of zo, paap, gelijk opgefokt. Ja, knap je? Dus, gelijk RTL plus, ja, plus, ja, toen tijd had ik Brechtje.
Hai. Die tijd, ik breng was management. Hai. Ja, die staat overal erop, man. Die is wel scherp, bro. Want ik. Ja, die is een stukje ouder, natuurlijk. Je wordt wijzer. Je wordt veel veranderd, bro. Oké, scheer mensen. Kom maar, let's go. Hoe vaak scheer jij je schaamhaar? Oh, hoe vaak? Dat is verschillend. Als in, als je naar een chick gaat of zo gelijk even. Nee, niet per se. Nee, dat is kijk. En dan ga je vaak. Ja, kan als je single bent of zo. Maar qua. Ik een persoon, ik moet wel altijd frisjes blijven. Hier al. Mm-hmm. Daar al, je weet, pap. Ik kan even een klein dingetje laten, Charles. En dan vind ik gewoon van, ja, it's weer time. En dan gaat het eraf. Het is weer time. Ja, gaat. En dan gaat het gewoon eraf. Wat is het langste wat je ooit hebt gehouden? Ik denk wel een anderhalf maandje. Ja. Anderhalf maandje. Ik heb gekke krullen, ja. Gekke krullen daar. Krulletjes. Die krullen van die clip van ik heb scheid toch, zeg maar. Ja, maar die gekke krullen zo. Dus alles hangt zo. Krullen hangen zo aan elkaar. Gewoon jelletje erin. Ja, nee, geen jellen. Zijn. Jell wordt hard, dan wordt de krul ook hard. Gewoon een beetje olie zo, papa. Je blijft niet smooth. De doodskop, man. Wij mogen een vraag voor jou gaan uitzoeken. Goed, we zijn eruit. Oké, Charles. Het is weer een seksvraag. Okay, wat is jouw ultieme seksfantasie? Ik zou billen willen stekken of... gewoon zo'n raadje. Iedereen doggy. Gewoon iedereen lekker even doggy zitten. Pa. Gewoon langs gaan. Eerst van spreken. Pa. Beat maken met die billetjes. Pa. Ik ben gekke broer. Dat is één dag toch? Ik heb een hele dag. Charles. En dan, bro. Ja, wat denk je? Dippen daar, hier een dippie. Glaasje halen, bijvullen, vatjes breken. Kom, dansen jij. Dat is een shit, bro. Dat is een bas. Ga tabakas halen, dient die mensen op, pa, kom weer terug. Even die bijvel. Dat is een shit, man. Gewoon een dag en dan gewoon, ja, gaan. En gewoon gek gaat. Orgie, weet ik wel. Noem maar op, speeltjes, weet ik wel. En misschien ook stekking, zei je. Dus dat paar kontjes op elkaar. Die ga ik sowieso doen. Ja. Oké, okay, gaan jullie 10 zo? En jullie 5. Doe maar even, ik wil eens even kijken. Dat is dat shit. Oké, jullie droom. Ga. Ja, ik zou wel gek doen, bro. Hey, houd je achter. Je mag weigeren, hè? Ja, ik weiger. Oh, we mogen weer eentje uitkiezen. Dan heb ik nog even slokje. Hoe kun jij tijdens seks? Broer, je gaat je doodschrikken. Ik ben een stille. Ja? Nee. Ja, nee. Bij seks heb je hierboord naar je killer. Dat shit slaap. Zeg dat maar. Oh, je bent gewoon gek. Maar, nee, maar. Spontaan, soms heb ik wel eens meegemaakt. Broer, ik begin gewoon spontaan zo met English accent. Yeah, take that fucking cock. Yeah. Dat soort shit, bro. Broski, maar dan de volgende keer. Wait, heb ik het gewoon tegen die vijf zo gezegd? Yes. Oh my god. Ja, die shit. Ja. En dan, ik werd gewoon nuchter, zo is die stille. Kijk, strak aan, nee, die stille shit. Pak maar even. Zie je wat voor casino? Die doeken wil maar niet komen. Dit is een klassieke vraag voor supergaande. Meest klassieke vraag, denk ik wel. Hoeveel geld ja. staat er op dit moment op jouw rekening? Privé en zakelijk. Zakelijk weet ik niet. Dat heb ik uit de handen gegeven. Maar privé? Maar wacht. Kijk, ik moet zeggen, we zijn streng, hè, broer. Mm-hmm. Zeg maar, ik moet zien. Ja, ik heb geen dingen. Zakelijk heb ik gewoon app en alles, maar die zit op mijn vraagse telefoon. Als ik dat nodig heb. Hi, knal eens heel veel geld op die privérekening. Helemaal top. Het doet ze expres, want wanneer het bij mijn doek komt, zo. Oh! Ja, chap, space, chap, spap, doekoe op. Don't give a fuck, morgen weer doekoe. Grijp je? Zo, ja, zo leef je leven met de dag. Ik moet zeggen, wij... Maar wacht even, je wel weet op mijn rekening, toch? Privé. Grap, luister, weet je wat de grap is? Ik ging tabakken halen, toch? Hmm. Volgende keer heb ik een sigaret gehad. Toen dacht ik, hey, even kijken wat op de rekening is. Was 11 euro. Alles. Wat tabakken gehad, ging ik naar buiten. Oh, ik heb geen aansteker. Ging ik weer naar binnen. Ja, aansteker gehad. Dus dat. 11 euro met tabakken aansteken. Dat is okay. De laatste chance die er is. Jammer, ik wou graag deze nog erbij gooien. Maar wat is dat dan? Ja, dit is... Dit is de laatste ding, toch? Gewoon, dat zijn we gewoon. Weet je zeker? Ja, tuurlijk, wat is dat? Oh, die grabbel, die challenge! Nou, man, broer. Zal ik gewoon voor de foto? Even kijken.
Hey, what's up, is big. Eet kattenbrokken. Ga even laf zo. Kom even een keer kijken, bro. En wacht, om het weg te spoelen. Nou, Charles, pak die vino, pak die vino. Hij is wel crunchy, toch? Hij is nog crunchy, hij is niet oud. Nou, Dres, dan gaan we dan. Shakes out, toppers. Bro? Het is gewoon chips, dat zijn. Het is gewoon chips aan die van. Oh, fuck. Het is gewoon chips aan, bro. Het is dat je in je hoofd weet van het is kat. Maar geloof mij, als hier de pleuris uitbreekt op de wereld, gaat. Eet maar lekker kattenbrokken. Geloof mij, mijn moeder is kut, dan ga je kattenbrokken eten. Ja, nee, wel. Hey bro, ik vond het fucking gruwelijk dat je er was, man. Ja, man. Ik vond het echt keihard. Zoals al lang, man. Dankjewel. Jullie gaan gabies. Jullie zijn gewoon toppers. Ja, man. En blijf die kat vooraf. Jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik vond het super dope. Jacques, nogmaals, dankjewel. Ja, man. Ik vond het echt keihard. Man. Waar kunnen jullie je volgen? Ik wil niet dat je me volgt. Ja, dag achter mij lopen is weer weer gek. Of op social media. Tuurlijk, dat zijn we, man. Je kan me volgen op Jacques. Jacques Official Instagram. Ja, toch? Jacques Deel op Twitter. In ieder geval alles in de beschrijving. Alles staat hieronder. Beschrijving. Abonneer op het kanaal. Like, laat een leuke reactie achter. Ik vond het echt een topseizoen. Ja, man. Ik heb alleen maar gelachen. Dan swipen naar boven. Dat niet, dat is op Instagram. Ik wil swipe gewoon naar boven. Swipe je computer. Swipe je coach naar boven. Je kakker. Jongens, tot misschien een volgend seizoen. Laat het weten in de comments als jullie nog een seizoen willen. Ja, ja, ja. Love, man. Peace.